Nou, wij Superkids. De kinderkerk waar het elke week feest is. Hey Superkids, wat fijn dat jullie er weer zijn. We zijn bezig met het thema Koningskind. En vorige week kregen Quispel en ik een pakketje met allemaal hartjes erin. Ja, en die waren erg lekker zeg. En er stonden allemaal teksten op. Nu weten wij dat God van ons houdt. Ja, en ik ben heel benieuwd welk avontuur we vandaag weer gaan meemaken. Haha, ja, ik ook. Maar hey, ik heb weer een pakketje gekregen. Zou het daarmee te maken hebben? Oeh, ik ben heel benieuwd. Wat zou het zijn? Pak jij het maar uit, of Fleur? Weet je, het zit zo goed vastgeplakt. Oh, ik zal je wel even helpen. Oh, wacht! Er staat hier breekbaar. Dan moeten we er heel voorzichtig mee zijn. Mm-hmm. Maar, wat zal het zijn? Maar dan moet het wel iets heel moois zijn hoor, Fleur, als het zo goed is ingepakt. Wow, het is helemaal ingepakt in allemaal plastic. Oh. Wow, dat zit wel heel goed vast. En voorzichtig. Oh, kijk. Het is een spiegel. Kijk, een spiegel. Oh, en er zit een briefje op. Ja, en op dat briefje staat, geniet van wat je ziet. Hé? Wat bedoelen ze daar nou mee? Nou, dat is een goede vraag voor vandaag. Want in de spiegel zie ik mezelf. Mm-hmm. En op zich vind ik het wel leuk om mezelf te zien. Maar ik zie ook wel een paar dingen die ik wat minder leuk vind aan mijn hoofd. Nou, ik ben heel benieuwd wat ze hiermee bedoelen, Fleur. Zullen we lekker op avontuur gaan? Ja, daar heb ik zin in. Hey Superkids, gaan jullie ook mee? Klap in je handen als je er klaar voor bent. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Toen God de hemel en de aarde schiep, was het helemaal woest, leeg en donker. Zo donker dat je helemaal niets kon zien. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. Op de tweede dag maakte God een scheiding tussen water en water. Water op en door het land. En water zoals de zeeën en oceanen. Daartussen was het droog, het land, de aarde. En God zag dat het goed was. Op de derde dag schiep God al het groen op de aarde. Bomen, bloemen, zaden en vruchten. En God zag dat het goed was. Op de vierde dag maakte God de sterren en de maan als licht voor de nacht. En de zon als licht voor de dag. En God zag dat het goed was. Op de vijfde dag zei God, laat het water wemelen van levende wezens. En laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf. En God zag dat het goed was. Op de zesde dag zei God, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort. Zie je het al voor je? Er waren ineens olifanten, muizen, mieren, slangen en nog veel meer dieren. Overal waar je keek, waren er dieren op aarde. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Dat betekent dat hij ons maakte zoals hij zelf is. Wij lijken op God. Hij maakte een man en een vrouw. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Nadat God een man en een vrouw had gemaakt, net zoals jij en ik een man
een jongen, of een vrouw, een meisje zijn? Zei hij niet, het is goed? Nee, hij zei, het is zeer goed. Hoe bijzonder. Jij, als jongen of meisje, bent zeer goed en mooi gemaakt. Ergens diep in de zee leefde een heel bijzondere vis. De andere vissen noemden hem Regenboog. Ze wilden allemaal graag met hem spelen. Zullen we een verstoppertje doen? Vroegen ze. Of wie het hardst kan zwemmen? Maar Regenboog gaf geen antwoord. Hij zwom trots voorbij en liet zijn schubben schitteren. Oh, die Regenboog. Dat is wel een hele mooie vis met die glimmende schubben. Ja, klopt. Hij is echt heel mooi gemaakt. Hey, Doortje en Brekertje, wat zijn jullie aan het doen? Doortje, die heeft net het verhaal van de mooiste vis van de zee voorgelezen. Oh, dat vind ik zo'n tof verhaal. Het gaat erover een vis die van de buitenkant heel mooi is, maar ook eigenlijk weer heel erg lelijk. Maar hoe bedoel je dat? Hij is toch de mooiste vis van de zee? Ja, maar hij wordt pas mooi van binnen als hij zijn schubjes weggeeft. Klopt, maar toch zou ik heel graag zoals Regenboog willen zijn. Hoe bedoel je, Doortje? Nou, als ik in een spiegel kijk, dan zie ik niet altijd iets moois. Ik vind mijn neus veel te groot. Oh, maar God heeft jou gemaakt. En heeft God ooit iets gemaakt dat niet perfect is? God heeft jou gemaakt en je bent mooi zoals je bent. Je bent gemaakt door hem en hij heeft je mooi gemaakt. Perfect zelfs. Ja, Doortje. Je ziet er zo mooi uit. En ik ben blij dat God mij ook mooi heeft gemaakt. Ja. Wow, zagen jullie dat? Ja, ik zag het. Hij brandt weer. Ik denk dat het tijd is om God te gaan aanbidden. Hey, superkids, doen jullie ook mee? Draai dan alvast een rondje op je plek. Ik ben een kind van u, perfect door u gemaakt. En wat u steeds laat zien, is dat u geen fouten maakt. Door u ben ik volmaakt, perfect door u gemaakt. Door u ben ik volmaakt, volmaakt gemaakt door u. Ik ben een kind van u, perfect door u gemaakt. En wat u steeds laat zien, is dat perfect door u gemaakt. En wat u steeds laat zien, is dat u geen fouten maakt. Door u ben ik volmaakt, perfect door u gemaakt. Door u ben ik volmaakt, volmaakt gemaakt door u. Door u ben ik volmaakt, perfect. U maakt nooit een fout. Hey, Fleur! Hey, Kwispel! Heb je een antwoord gekregen op de vraag waarom je moet genieten van wat je in de spiegel ziet? Ja, ik ben op avontuur geweest en ik ontdekte iets heel erg gaafs. Wil je weten wat het is?
Nou, ik heb geluisterd naar een Bijbelverhaal. En daarna ben ik bij Doortje en Brekertje geweest. Zij lazen het boek over de mooiste vis van de zee. En die vis werd alleen nog maar mooier toen hij al zijn schubjes weggaf. Puff, puff. Aha, dus als ik in de spiegel kijk, hè, en als ik het goed begrijp, moet je blij zijn met wat je in de spiegel ziet. Precies, God heeft jou gemaakt en daar mag je blij mee zijn. Oh, geef die spiegel maar aan mij. Ik wil ook even genieten van mezelf. Puff, puff. Ja, alsjeblieft, Quispel. Ga jij maar lekker in de spiegel kijken. Want volgende week gaan we weer verder met het thema Koningskind. Hey, Superkids, gaan jullie dan ook weer mee? Op avontuur? Doeg, tot dan! Puff, puff.